Goedemiddag, welkom allemaal bij deze masterclass van Diamond Point via de Bijenkorf. Pak een lekker kopje koffie of misschien wel een glaasje bubbels erbij, want we gaan het de komende 45 minuten met jullie hebben over de mooie dingen van het leven, namelijk diamanten en juwelen. Als jullie vragen hebben, kan dat gerust, stel ze in de chatfunctie op het scherm. Aan het einde van de masterclass zullen wij deze zoveel mogelijk beantwoorden. Ik ga me eerst even voorstellen. Mijn naam is Pieter Verloon, ik ben freelance stylist en werk al jaren voor verschillende modebladen en verschillende merken. Mijn expertise is juwelen. Naast mij zit Zaya van Diamond Point en Zaya gaat ons vandaag alles vertellen over diamanten en juwelen. Zaya, welkom. Dankjewel, inderdaad. Mijn naam is Zaya Honig. Ik ben verantwoordelijk voor de inkopen Diamond Point en voor de ontwikkeling van de collecties van Diamond Point. Wij zijn van huis uit diamant-expert. Diamond Point heeft winkels gevestigd in alle Bijenkorven. We hebben sieraden, 18, 14 karaat gouden sieraden gezet met diamanten. Naast de diamantencollecties hebben we ook heel veel sieraden met andere soorten edelstenen, zoals de saffier, de smaragden en de robijnen. En uiteraard hebben we ook heel veel trendy lijnen. Daar gaan we het straks over hebben. Ja, en diamant is natuurlijk echt de koning van de edelstenen, hè? Als je een diamant of een juweel gaat kopen, waar moet je dan op letten? Ik heb wel eens gehoord over de vier C's. Wat zijn de vier C's, Zaya? Ja, de vier C's zijn eigenlijk de vier eigenschappen van de diamant. Die alles vertellen over de diamant, maar ook de waarde van de diamant bepalen. Mm-hmm. De vier C's zijn afgeleide letters van het woordje cut. De cut is vanuit het Engels vertaald slijpsel. De carat. De carat zegt iets over het gewicht, de grootte van de diamant. De clarity, dus de zuiverheid van de diamant. En de laatste C is de color, dus de kleur van de diamant. Diamant is eigenlijk kleurloos, maar in dat kleurloze heb je ook verschillende tinten. Ja, en de cut, hè? Er zijn natuurlijk heel veel verschillende slijpvormen, zoals je net zei. Je hebt de princess, je hebt de pear shape, de pear vorm, maar je hebt ook de briljant. Ja. Heel veel mensen denken van, wat is het dan het verschil tussen briljant en diamant? Maar er zit geen verschil in eigenlijk, hè? Nee, het is echt allemaal diamant. En diamant is een natuuredelsteen. Het is een hele bijzondere steen, want die bestaat uit één element. Het is de enige steen op aarde die uit één element staat, namelijk koolstof. Mm-hmm. En wanneer koolstof honderden miljoenen jaren onder druk in de aardkorst wordt gezet, ja, dan kristalliseert dat zich en het komt in de vorm van een ruw diamant uit. Nou, dat ziet er in eerste opzicht niet echt heel mooi schitterend uit om te verwerken in sieraden. En om dat wel heel mooi te krijgen, wordt het geslepen. En een van de beroemdste slijpsels is het briljant. Het heeft 57 facetten. Ik heb hem hier voor me, dus een 1 karaat briljant geslepen diamant, is een ronde vorm. Kijk hem schitteren, hè? Ja, mooi. Ja. Mooi, hè? Dus deze is dus nog niet gezet in sieraden. Maar naast het briljant heb je ook de prinses, die had je al benoemd. Dat is een vierkant slijpsel. Je hebt de heart shape, een hartvorm. Je hebt de baguette, dat is een langwerpig geslepen diamant. En er zijn nog tal van andere slijpsels. Ja, en weet je, in die American High School films van vroeger en nu nog steeds zie je vaak van, oh, you've got the rock. Hè? Het gaat alleen maar over de grootte van de steen en hoe groot hij is, hoe duurder eigenlijk. Dus dan komen we eigenlijk op de carat, de zeven carat. Ja. Gaat dat ook op? Hoe groter de steen, hoe kostbaarder? En niet altijd, want je kunt soms een wat kleinere carat weight hebben, karaat gewicht hebben. Mm-hmm. Het is zowel het gewicht als de omvang van de diamant. Met een betere kleur, een hogere kleur en een hogere zuiverheid, die zal dan in prijs iets hoger liggen dan een wat grotere steen. Maar in wezen, als de kleur, de cut, de clarity allemaal heel hoog staan, dan is die inderdaad ten opzichte van andere groottes uiteraard ook echt heel kostbaar. Ja, hey, en die kleur, hè? Want je hebt natuurlijk echt, je hebt de yellow diamonds, natuurlijk de white diamond. Hebben jullie ook verschillende kleuren diamant? Ja, wij verkopen overwegend eigenlijk een kleurloze variant. Dat is ook wereldwijd ook de meeste kleur die voorkomt. De gekleurde diamanten, zoals de kanariegele diamanten, de blauwe diamanten, de roze diamanten, die zijn heel zeldzaam. Het is echt heel zeldzaam om dat in de natuur te vinden. Ja. Maar die bestaan uiteraard ook en die worden ook in verschillende slijpsels uitgebracht. Nou, helemaal goed. Dus de vier C's, de cut, color, clarity en carat. Dan wil ik nu overgaan naar de volgende C, de C van collecties. Want met die hele mooie stenen worden collecties gemaakt bij jullie. Werken jullie alleen maar met diamant of ook nog andere edelstenen?
Nou, wij hebben een heel groot breed assortiment aan diamantencollecties, maar we hebben ook, kijken ook natuurlijk wat de trends zijn. We kijken ook naar de smaak van onze klanten, de smaak van de vrouwen in het algemeen. Ja. En we zien dat ook gekleurde edelstenen zoals de saffier, de smaragd, de robijn, maar ook halve edelstenen zoals de topaas, de citrine, de amethysten, dat het ook heel populair is, hè, om ook te verwerken in sieraden. Mm-hmm. Dus daar hebben we ook heel veel lijnen in. En ja, parelcollectie mag uiteraard ook niet ontbreken. Ja, maar dan gaan we zo nog uitvoerig over praten over de parel. Hè? En worden deze collecties bij jullie in huis ontworpen? Ja, de collecties worden bij ons ontworpen. We hebben een ontwerpteam en een team aan goudsmeden die dat allemaal echt met de hand allemaal vervaardigen. Echt een ambacht, hè? Ja, ja, zeker. Ja, het is echt heel kunstig hoe zij dat allemaal toch vanuit een tekening weer in een product weten te om te toveren. Ja, en hoe gaat dat dan te werk? Ben jij het design of stuur je een team aan? Bedenk jij het? Waar hou je inspiratie vandaan? Nee, ik heb meer, ja. Sorry, ja. Heel benieuwd. Nee, ik kan zelf niet tekenen. Ik zou het wel heel graag willen, maar ik heb echt wel een kijk op. Dus ik stuur meer het team aan. Het team van ontwerpers als de goudsmeden. Ja. Het ontstaat altijd met een idee. Het idee wordt in een schets of in een tekening uitgebracht. En als dat echt voldoet of als dat echt heel aantrekkelijk is voor ons, dan laten we de goudsmeden daar een sample van maken. Dat gebeurt in een malvorm. Nou, een sampletje wordt uiteindelijk echt het daadwerkelijke product. Ja. Of dat daadwerkelijke sieraad. En dan gaan we uiteraard eerst even try-outen, kijken of het echt draagbaar is. Heeft het de uitstraling, de verwachtingen, de glamour die wij verwachten van een sieraad? Als dus je mag het geval is. Proefdragen. Ja, zeker. Ja, dat is het voordeel van ons vak inderdaad. Leuk. Hey, en als ik nu, ik erf van mijn grootmoeder een hele mooie diamant. Kan ik ook bij jullie terecht met deze steen en maken jullie dan een ontwerp op mijn wensen? Is dat mogelijk? Ja, dat is mogelijk. Wij zijn een sieradenmerk, maar onze klanten krijgen ook de mogelijkheid om met hun eigen ontwerpen langs te komen. Die kunnen wij in een sieraad terugvertalen. Ja. We hebben een ontwerpteam en we hebben goudsmeden, dus het is wel mogelijk. We doen het ook regelmatig. En we kunnen ook als een klant een edelsteen in zijn bezit heeft en die wil hem heel graag in een bepaald montuur of in een bepaald design verwerkt hebben, dan kunnen we daar ook in meedenken en ook uitwerken en uiteindelijk ook vervaardigen. Ah, goed om te weten. En diamant is natuurlijk, ik zei het net al ook, dit is echt de koning van de edelstenen. Hè? Het is de top. Maar ook heel kostbaar. Ja. Wat is er voor ieders portemonnee bij Diamond Point? Kan iedereen ook bij jullie terecht? Ja, zeker. Ja, wij hebben heel veel lijnen die in het wat minder middensegment zitten. Ik noem eens een lijn als de Joy Collectie bijvoorbeeld. Nou, daar kan je al een diamantenring voor €170 al krijgen. Ja. Men denkt altijd dat dat diamant heel kostbaar is. Maar je hebt daar gewoon de gradatie zien. Hè? Afhankelijk van de karat, het karaatgewicht. Joy lijn bij ons is een hele fijne lijn. Dus er zit wat minder goud in verwerkt. Dus qua prijs is het ook echt een instaplijn. En zo kan je het rustig opbouwen. Maar je kunt bij ons ook een verlovingsring bijvoorbeeld van €30.000 krijgen. Ik ga nog even over de collecties praten. Hoe die tot stand komen. Hè? Want jij had het over de inspiratie is in de natuur of in de mode. Nu weet ik bijvoorbeeld dat Chanel heeft de camellia. Dat is de bloem. In hun juwelencollecties. Boucheron en Bulgarië hebben de serpenti, de slang. Maar Diamond Point heeft ook een beest. Of een dier, toch? Ja. Ja, nee, wij hebben een prachtig dier uitgekozen. Ook met name omdat we nog gevestigd zijn in de Bijenkorf, hebben we de Queen Bee uitgekozen. De bij. De bij. Ja. Ja, de bij heeft op dit moment volle aandacht. Het is een uitstervend diersoort. Maar je zag het ook echt heel veel terugkomen op bij heel veel modemerken. Zoals bijvoorbeeld de Gucci op de stoffen. Ja, het wordt op schoenen ook verwerkt. Dus wij dachten van, goh, waarom niet? En dan hebben we een prachtige lijn vooruit gewerkt. Een hele bredere lijn ook wel, die zowel klassiek als trendy gedragen kan worden. Ja, want het is best wel een uitgesproken sieraad. Je kan hem ook stekken, hè? Dus het is heel leuk. De ring heeft kleine honingraadjes. Dus als je dus meerdere ringen op elkaar stapelt op je vinger, heb je eigenlijk een soort bijkorf om je vinger. Dat is natuurlijk precies, ontzettend leuk. Ja. En welke vrouw koopt dit nu?
deze collectie? Nou, het is eigenlijk heel breed. Het begint van heel trendy, gevoelige vrouw tot aan een klassieke vrouw. Want de hangers kan je echt heel prima hebben. We hebben ook grotere diamanten. We hebben ook chokers of broches van uitgewerkt. Heel klassiek gedragen worden bij een hele mooie jurk. Maar je kan het ook heel mooi combineren met een spijkerbroek, een witte overhemd en een paar van die kettingjes en zo'n beide tussen. Staat perfect. Ja, dus eigenlijk voor ieder is wat wils, deze collectie. Zeker, ja. Ja, want we gaan dan ook even de mensen die thuis zitten te kijken, met name de dames, die zijn misschien heel erg benieuwd van, ja, welk type collectie past nu bij mij? Wij hebben eigenlijk drie type vrouwen neergezet. Die gaan wij beschrijven en naar aanleiding daarvan gaan we ook collecties daaraan koppelen. Dus misschien als u thuis denkt van, hey, dat past bij mij. Als eerste is het de klassieke vrouw. Daarvoor hebben we Kate Middleton. Zij is natuurlijk echt onze, of niet onze, ze is de Britse royal. Heel klassiek. Mooie blouse, mooie pantalon, mooie A-lijnjurk. Zij draagt wat verfijndere sieraden. Mooie parels, mooie kleine diamanten. Wat voor collecties hebben jullie daar? Ja, het is inderdaad een hele mooie stijl die zij draagt. Ja. Wij hebben eigenlijk op dat gebied heel veel liggen. Ik begin bij een Hearts & Arrows collectie. Dat is een collectie die gezet is met perfect geslepen diamanten. Nou, daar hebben we een hele uitvoering in. We hebben de klassieke solitaires in. Wat heel mooi past bij het beeld van Kate Middleton. We hebben ook een prachtige parelcollectie, de Riviera. Kate zie je ook heel vaak met prachtige parel-items. Ja, en ik zag net ook op de foto dit parel. Deze komt me ook heel bekend voor, hè? Ja, dit is een driesnoerige parelcollier. Dit is eigenlijk een ode aan Queen Elizabeth. Als je een beetje opgelet hebt, dan zie je dat Queen Elizabeth altijd een parelcollier om heeft met drie snoren. Nou, er zit een heel mooi verhaal aan of achter. En wij hebben getracht om dat beeld, om eigenlijk die uitstraling ook in een Riviera collier uit te werken. Ja, het is echt prachtig, tijdloos collier, hè? En het is wel een leuke anekdote, hè? Zij had eerst twee snoeren, ja. En later heeft ze er zelf, of wat is het verhaal daarachter? Nou, het verhaal daarachter is dat haar vader, Queen George V, haar een parelcollier heeft gedaan. Die bevatte oorspronkelijk twee snoeren. Mm-hmm. En in een latere stadium heeft zij een derde snoer aan laten rijgen. Heeft ze zichzelf een upgrade gegeven eigenlijk? Ja, en parels zijn natuurlijk echt ook echt tijdloos, voor rouw en trouw. Parels hebben altijd een beetje zo'n klassiek, ja, imago, een beetje tuttig. Maar met name ook in mijn vak met styling vind ik het ook juist heel leuk om dat een beetje te doorbreken. Parels te combineren met jeans en een oud t-shirt. Dus dat kan ook heel goed. Hè? Zien jullie dat ook? Dat de klanten dat ook doen bij jullie? Ja, oorspronkelijk is natuurlijk de parel is een klassiek item. Ja. Maar dat zie je nu ook echt heel veel jongeren die combineren het met andere colliertjes. Dat wordt ook gedragen bij een jeans. Het wordt gecombineerd als armbandje met andere soorten armbandjes. Dat hele layering verhaal komt erin terug. En je ziet elke keer die parels terugkomen, wat voorheen niet het geval is. Dus die trend, de verschuiving van klassiek naar een modetrend, die zien we wel echt duidelijk terugkomen tijd. Het is ook echt heel leuk en dat zie ik ook wel in het modebeeld en ook in mijn vak, dat eigenlijk alles kan. Hè? Vroeger was het echt zo, je mag geel goud niet combineren met wit goud en tegenwoordig is je draagt eigenlijk alles door elkaar. Ja. Het is echt een hele leuke mixmatch van juwelen. Superleuk. We gaan nu door naar de tweede vrouw. En dat is eigenlijk de life of the party. De hele vrouwelijke vrouw. De vrouw die houdt van een feestje. Zich helemaal mooi aankleden. Grote sieraden. En daar hebben wij als voorbeeld Sophia Loren voor gekozen. Sophia is natuurlijk echt een hele mooie Italiaanse schone. Hier op de cover van de Italiaanse Vogue. Helemaal behangen met al het grootste van de aarde. Wat hebben jullie bij Diamond Point voor deze vrouw, als die zit te kijken? Ja, nee, als ik naar Sophia Loren kijk, dan denk ik aan kleuren. En wij hebben echt een prachtige collecties met kleurstenen. Nou, we hebben voor ons hebben we de collectie Little Drops. Dus een mix van verschillende kleuren bij elkaar gebracht. Daar zit een bijpassende oorsteker bij, een bijpassende ring.
Ja, dit is natuurlijk een feestje als je dat om hebt. Het maakt eigenlijk de outfit helemaal af. Ja. Naast de Little Drops hebben we ook de collectie Varier. En dat is wel een hele speciale. Ik laat hem even in beeld komen. Wat een fijne snoepdoos zie ik daar. Ja. Ja, dit is een ring. Ik heb hier een ring Prachtig. Bij me met een bloem die gezet is met diamanten. Daar zit een blauw topaas kleursteen in. Maar het leuke aan deze collectie is dat je de steen kunt verwisselen met een andere kleursteen. Zoals bijvoorbeeld de amethyst, de paarse steen. De rookkwarts, dus wat donkerbruine steen. En de gele citrien. En dus dit is natuurlijk op zich al een feest. Ja, en voor elke outfit, je kan het helemaal aanpassen. Hè? Zeker, ja. En je hebt 4 ringen voor de prijs van 1. Precies. Dat is ook een hele goede deal. Ja, en hier zitten ook bijpassende oorstekers en bijpassend collier bij, die ook weer verwisselbaar is met andere stenen. Fantastisch. En gaan we nu naar de derde vrouw. En die stond 2 weken geleden nog te schitteren voor miljoenen publiek in Ahoy, namelijk Chantal Jansen voor het Eurovisie Songfestival. Nou, op en top glamour, maar ook een hardwerkende moeder. En zij draagt opvallende, verfijnde sieraden, maar het moet ook met name ook praktisch zijn. Wat zijn de collecties bij jullie voor deze vrouw? Ja, nee, ik ben ook echt een fan van Chantal Jansen. Als ik naar haar kijk, dan zie ik dat zij overwegend geel-gouden sieraden draagt. Altijd een combinatie. Ja, en oorringen. Ja. Nou, daar hebben we een hele mooie collectie van. Dus de Timeless Treasures. We hebben daar prachtige geel-gouden oorringen van. We hebben een prachtige collier, zoals de Closed Forever collier. Er zit ook nog andere collecties zoals de Marigolds, ook helemaal in geelgoud uitgebracht met andere type schakels. Ja, het is eigenlijk op dit moment ook een trend om verschillende colliertjes te dragen, verschillende schakels bij elkaar. Maar dat gaan we zo vertellen, want daar komen we nog. We gaan zo de trends bespreken. Dan wil ik eigenlijk naar het volgende type gaan en dat is geen vrouw, maar dat zijn de mannen. Mannen dragen natuurlijk door alle jaren, eeuwen, culturen heen, juwelen. We zien op dit moment eigenlijk de hele leuke trend ontstaan dat mannen steeds verfijndere juwelen gaan dragen. We kennen natuurlijk alle, weet je, in de rap scene, de hele grote bling-bling statement jewelry. Maar op dit moment is eigenlijk de trend ook een parelcollier of een parelhanger. En daar hoort deze man bij, Harry Styles. En hij weet als geen ander deze parel ontzettend te rocken met gewoon een heel cool t-shirt en een goede jas. Merken jullie dat er ook steeds meer mannen naar de Diamond Point komen voor juwelen? Ja, we hebben wel regelmatig mannen aan onze balie. In eerste instantie om de diamanten aan te schaffen. Nou, we hebben het beeld van de voetballers die een diamanten oorsteker in hebben. De tennisarmbanden zijn echt heel erg populair onder de mannen. Maar wat is een tennisarmband? Help me even. Ga je daar in tennissen of is het... Nou, je weet ook, zou ik dat niet aanbevelen. Het zijn juwelen, dus daar moet je zorgvuldig mee omgaan. Ja. Maar het is wel het heeft een hele leuke naam gekregen. Het heeft zijn oorsprong eigenlijk bij een hele bekende tennister, wereldkampioen wel te verstaan, Chris Evers. Die heeft altijd een tennisarmband omgehad tijdens haar partijen. Dus een diamantenarmband. Een diamantenarmband, inderdaad. En bij een van haar partijen is dat diamantarmband uit elkaar gegaan. Dus er zijn al die diamantjes over de hele tenniscourt heen verspreid. We hebben ze alle camera's moeten gebruiken om al die diamantjes bij elkaar te zoeken. Dus het was geen ballen zoeken, maar diamanten zoeken. Diamanten zoeken, inderdaad. Nou, sindsdien heet het een tennisbracelet. Hij ligt hier, hè? Hij ligt naast jou. Ik ga hem even pakken, want hij is echt prachtig. Ik zie hem al heel de tijd links in mijn ogen blinken. En voor mannen ook perfect, hè? Ja, dit zien we echt regelmatig. En we hebben ook heel veel mannen aan in onze shops gehad die ook zo'n dergelijke bracelet aanschaffen. Ja, het is echt een heel mooi klassiek item. Ja. Diamanten kopen of juwelen kopen voor jezelf is natuurlijk ontzettend leuk. Maar cadeau doen is misschien nog wel leuker. Ja. Nu is mijn moeder binnenkort jarig, zei hij. Wat moet ik haar cadeau doen? Nou ja, traditiegetrouw worden altijd parels aan moeders gegeven. Maar we zien wel een soort verschuiving
richting de diamanten sieraden. Je ziet dat echt dat we de dochters en de zonen, of de kinderen, hè, in het algemeen kleinkinderen, dat ze toch veel meer willen uitgeven, maar ook echt iets speciaals aan hun moeders willen geven. Dus we zien dat er heel veel groeibrillanten worden aangeschaft voor als cadeau voor Moederdag. De Hart & Nettle collectie, er worden ook echt prachtige sieraden, ook in hartvorm verwerkt. Dus dat is het sieraad bij uitstek om cadeau te doen. Dus ja, de verschuiving van parels naar diamanten zien we veel al in onze shops. Ja, en je noemde het al eerder, hè? De collectie Hearts and Arrows. Wat is daar zo bijzonder aan? Ja, dit is een hele mooie collectie waarbij de diamanten die geslepen zijn, ik had het al uitgelegd, diamanten komen in ruwe vorm uit de aardkorst, wordt geslepen. Maar op het moment dat de diamant zo perfect is geslepen dat alle facetten van de diamant helemaal mooi op elkaar aansluiten en harmonie ontstaat, dan krijg je een effect van pijltjes en hartjes. Dus dan kan je bij het loopen met een speciale loop, ik heb hem toevallig hier bij me, dit is het loopje, dan kan je van bovenaf kan je 8 pijltjes waarnemen en van onderaf kun je 8 hartjes. Dat is echt een vakmanschap. Hè? Ja, het is echt een perfect geslepen diamant voor de perfecte moeder of vrouw, vriendin, aanstaande, you name it. En als ik mijn vriendin een cadeau wil gaan doen. Jullie hebben ook een hele mooie collectie, de Zodiac collectie. Ja, klopt. Dat is onze laatste lijn eigenlijk. De Zodiac, de charms, die zijn heel erg op dit moment in. Mm-hmm. De Zodiac collectie is een ketting eigenlijk met een hangertje, een bedeltje eraan in een muntvorm. Mm-hmm. Nou, wij hebben hem iets specialer uitgewerkt. We hebben het Zodiac genoemd en we hebben ook het sterrenbeeld uitgebracht. Aan één kant zie je de sterrenlijn, sterrenfiguur, uiteraard ook weer met een diamantje. Hè? We zijn Diamond Point, dus wij verwerken overal zo wat diamant in. Ja. En aan de andere kant zie je het figuurtje uit de dierenriem, dus je kan hem dubbelzijdig dragen. Wat goed. Hey, en je vertelde het net ook al, hè, je had het net ook over groeibrillant. Dat is een term die we al heel lang ook horen. Ja. Maar kun je het nog even een keer uitleggen wat een groeibrillant is? Ga je die water geven? Heb je dan overal diamanten? Of wat is het verhaal achter de groeibrillant? Ja, was het maar waar dat je er water aan kunt geven en de volgende dag de diamant gegroeid is. Ja. Maar dat is het niet. De groeibrillant is een diamantenlijn bij ons. Een klassieke lijn. Een solitaire lijn. Maar we hebben er ook alliansen, dus een rijring in. Het verhaal is dat je heel klein kunt instappen, hè, afhankelijk van het budget wat er beschikbaar is, kun je heel klein instappen en dan kun je het sieraad binnen 2 jaar inruilen voor een grotere diamant. Dus op deze manier kun je in de loop der jaren eigenlijk van een klein diamantje naar een grotere diamant groeien. Dus het is ook heel erg mooi als je bijvoorbeeld afstudeert en vervolgens een carrière move maakt of een promotie, dan kan je echt opbouwen. Ja, symbolisch, traditioneel kun je dat inderdaad ook heel mooi als cadeau doen aan een kleindochter of een dochter die net afgestudeerd is. En zo kan je eigenlijk die traditie opzetten dat ze dus in de loop der jaren met haar groei, qua kennis, maar ook in leeftijd, dat ze dan ook op dat diamantje meegroeit. Prachtig, prachtig. Nou ja, ik weet nu wat ik voor moeder in ieder geval moet kopen. Ik moet nog wel even sparen. we gaan het nu hebben over de trends voor de komende zomer. Of eigenlijk de zomer die is al eigenlijk begonnen, juni. In de trends voor de zomer 2021 zien we onder andere sieraden met grote schakel. Hè? Dat zien we bij Louis Vuitton, bij Tod's. Hebben jullie ook een schakelcollectie? Ja, we hebben diverse schakelcollecties. Onder andere het Courier Closed Forever. Er is ook een armband van onder onze collectie Timeless Treasures. We hebben ook verschillende andere schakels onder onze collectie Marigold. Wordt nu in beeld gebracht. Dan kan je heel mooi met elkaar combineren. En dan krijg je ook dat layering effect terug. Ja. Waar we het al eerder over hebben gehad. Ja, dit is op dit moment echt heel erg de trend. En dit kun je ook eventueel afbreken met een diamanten sieraad. Dat heb je helemaal bovenin. Dat deze, hè? Ja, dit is het Joy Couilletje. Kijk, dat ziet er krijgt ook wat meer glamour en elegantie. Ja. En uiteraard kun je hier ook weer een parelcollier tussen zetten, waardoor het ook weer een wat klassiekere uitstraling heeft, maar toch nog steeds trendy is. En ook stoer, hè? Want het is heel leuk om die clash te maken tussen verschillende stijlen. Ja.
Ja, een andere trend die we eigenlijk elke zomer of elk voorjaar wel terugzien zijn natuurlijk de parels. Parels zijn natuurlijk echt altijd tijdloos. Onder andere bij Chanel, Simone Rochard, Vivienne Westwood. Het is natuurlijk heel leuk om de parel klassiek te dragen, wat we net ook hadden besproken. Maar het is ook heel leuk bijvoorbeeld om een parelsnoer als ceintuur te dragen. Jullie hebben veel parelcollecties. De Riviera hebben we net al besproken, hè? Ja, wij hebben de Riviera collectie. Er zijn echt hele mooie parels, A-kwaliteit parels. Nou, er zitten verschillende grote parels in, verschillende lengtes. Je kunt het combineren. Je kunt de parelsnoeren ook met elkaar combineren. Nou, we zien hier een prachtig beeld, dus een klassiek beeld. Maar uiteraard kun je dat ook gewoon met een spijkerbroekje en blouseje kun je dat ook heel mooi doen, hè? Dragen. Ja. Ja. Ja, goed. Mooi. Ja, dus parels hoeven niet per se tuttig te zijn, hè? Nee, dat imago zijn we eigenlijk al vanaf. Ja. En dan hebben we de volgende trend. Dat is eigenlijk mijn lievelings. Dat is more is more. Na deze toch wat sobere tijd gaan we naar buiten. Gaan naar festivals. We gaan ons mooi maken. En life is a party. Dus so dress up. Bij de collecties van onder andere Versace en Dior zag je echt ook die layering weer. En ook de combinatie van edelmetalen. Dus geel goud met wit goud. Amuletten met koraal. Wat hebben jullie in die voor collecties? Ja. Nou ja, we hebben ze eigenlijk al een beetje laten zien. We hebben dat Zodiac. Nou, de Zodiac, dat is met dat muntje. Dat wordt onder de fashion wordt het onder de charms gekocht. Nou, dit kan je ook prachtig combineren met die Closed Forever schakelcollier van ons. En dan kan je weer een ander type schakel ertussen zetten. Dit verhaal kun je ook terugvertalen naar de post. Kun je ook met de armbanden doen. En wat je ook ziet is dat er ook verschillende soorten oorbellen worden gedragen. Maar dan ook 3, 4, 5 varianten. En er wordt echt een ear party gecreëerd. Een oorfeest eigenlijk. Een oorfeest, om het letterlijk te vertalen. Mooi, dus dat zie je ook even. Het is echt veel kettingen, veel armbandjes bij elkaar dragen. En ook meerdere oorstekers. Ja, dat is echt wel een goede trend. En natuurlijk, dadelijk gaan we ook weer een lekker cocktail drinken op een mooie zwoele zomeravond. En wat is er dan mooier als je een mooi gekleurd glas in je hand hebt met daarbij een passende ring? Ja. En die hebben jullie ook. Ja, natuurlijk. Nou, we hebben het al over de Little Drops gehad. We hebben het over de Varier collectie gehad. Maar we hebben verder ook een hele mooie collectie met kleurstenen. De Four Seasons. Dit zijn ringen gezet met één kleursteen in verschillende groottes. Nou, we zien hier een prachtig beeld waarbij verschillende groottes bij elkaar worden gedragen. Nou, dat is één groot feest op deze manier. Prachtig. Dan heb je helemaal zin in een feestje, toch? Zeker. Ja, jongens, dus voor heel veel mensen, voor ieder wat wils bij Diamond Point. We hebben nu de type vrouwen besproken, de cut, de Claire, de 4C's, de trends. Zijn er al vragen binnengekomen? Want ik denk dat het daar nu ook tijd voor is om deze te beantwoorden. Jazeker. We hebben al wat vragen binnen. We krijgen de vraag van hoe maak ik een sieraad schoon? Ja, afhankelijk van het type sieraad dat je hebt, want je gouden sieraad hebt gezet met diamant, dan kun je dat het beste gewoon een eigen sopje maken. Maar wij hebben daar ook hele speciale middelen voor. We hebben een diamond spray, de spray op je diamant. En het laat je eventjes intrekken en dat spoel je zo af met water. En dan gaat het diamant heel mooi blinken. We hebben ook trilbaden in ons assortiment. Dan vraag je af van wat is een trilbad? Krijgen we dan een jacuzzi? Of wat? Het is geen jacuzzi, nee. Maar het is een badje. Dat wordt op stroom aangesloten, wordt water ingedaan. En onder stroom gaan de waterdeeltjes eigenlijk een beetje trillen en die trillen zo de viezigheid of de aanslag van het sieraad af. Je moet wel goed opletten dat het wel geschikt is voor het sieraad, type sieraad wat je hebt. Bijvoorbeeld stel dat je een ring hebt met een parel, dat is dan weer niet geschikt voor een trilbad, want het water
warmt zich op en parels kunnen niet zo goed tegen warmte. Nee, parels zijn ook heel kwetsbaar. Je moet de parels ook opletten met haarlak, hè, weet ik. Ja, haarlak, parfum, ja. Zonlicht kan ook echt invloed hebben, want dan kan de parel een beetje verkleuren. Maar bij diamanten zie je altijd eigenlijk goed. Het is het hardste materiaal. Ja. Dat kan echt heel goed tegen heel veel middelen. Maar ik raad de mensen aan om in ieder geval een trilbadje aan te schaffen. Wij hebben zelf ook trilbadjes die we te koop stellen. En misschien voor de kijkers thuis een hele leuke verrassing. Voor de mensen die deelnemen aan deze masterclass, op vertoon van de deelname kunnen ze bij een aanschaf van de diamantsieraad in van onze shops, krijgen ze een trilbadje cadeau. Nou, wat leuk. Dat is dan mooi meegenomen. Wat goed. Hè, zo. Wel, trilbad. Wat goed. Zijn er nog meer vragen? Jazeker. Hoe meet ik mijn ringmaat op? Ja, dat is wel heel belangrijk dat dat heel goed gebeurt, want we merken toch heel vaak dat mensen toch verkeerde maten bestellen. Wij hebben er zelf een tie-wrap voor beschikbaar, dus een strip eigenlijk die je om je vinger bindt en daarmee de ringmaat meet. Het is eigenlijk het aantal millimeters, de omtrek van je vinger wat je opmeet. Je kunt ook een stukje touw gebruiken om een vinger heen winden en dan afmeten op een liniaal. Dat is ook een mogelijkheid, maar ik raad de mensen toch aan om, hè, als ze in gelegenheid zijn om een van onze shops te bezoeken. En dan wordt het gewoon gratis voor ze opgemeten. Nou, mooi. Dan hebben wij nog een vraag. Ik wil een verlovingsring kopen voor mijn vriendin. Welke collectie moet ik kopen? Nou, met Hearts & Arrows ziet je altijd goed, want het is het perfect geslepen diamant. En we hebben daar echt een heel breed assortiment in voor ook een opbouw in karaatgewichten. Dus ook als het budgetair niet helemaal lukt om een hele grote steen te kopen, dan hebben we ook een wat kleinere gewichten in. Groeibriljant is ook een solitair klassieke collectie, wat ook heel zeer geschikt is voor verloven. Maar we merken dat de smaak van de Nederlandse vrouw ook soms afwijkt. Die hebben liever een kleursteen. Nou, we hebben daar ook echt prachtige collecties met smaragden, met saffieren, met robijnen. Ja, die zijn er ook automatisch zeer geschikt voor. Dat kan natuurlijk ook goed als verloving, hè? Ja, zeker. Ja. En als je het echt niet weet, dan kun je echt een van onze collega's in de shop. Kom gewoon langs. We zijn voor iedereen staan we klaar. En ze kunnen vrijblijvend een gratis advies inwinnen. Nou, wat goed. Ja, zijn er nog meer vragen? En dan wel op afspraak, want dat is... Op afspraak. Ja, uiteraard op afspraak wel aan de regels, inderdaad. Nog wel, ja. Dat kan via de Bijenkorf of via Diamond Point. Dus, dan hebben we nog een vraag. Kan ik mijn sieraad laten graveren? Ja, dat kan. Ja, wij graveren sieraden voor mensen. Dus als mensen een speciale boodschap gegraveerd willen hebben op hun sieraad, dan kunnen we dat voor ze graveren. En ter plekke dan? Het kan niet ter plekke. Het wordt wel echt opgestuurd naar ons atelier. Ja. En daar hebben we de mensen voor die daarvoor opgeleid zijn en gespecialiseerd zijn. Dus er is heel veel mogelijk. Hartstikke mooi. Ik heb een vraag binnengekregen. En ik ben zelf geen specialist, maar volgens mij is deze persoon een specialist. Is het mogelijk om aanpassingen te doen in de helderheid en kleur van een bepaalde ring die jullie verkopen? Dus als de diamant H plus S1 is, dat aanpassen naar D plus VVS. Ja, dat is mogelijk indien het een sieraad is van ons. Daar kunnen we altijd voor zorgen als een klant een bepaald model bij ons heel mooi vindt. Maar toch in een hogere kwaliteit of een lagere kwaliteit diamant zou willen, dan is dat mogelijk. Want wij kunnen eigenlijk alles maken. We hebben een team aan goudsmeden. We hebben eigenlijk op het diamantgebied alles in huis. Dus we kunnen er altijd mee variëren en naar de wens van de klant uitwerken. Ja, en dan wordt er verder nog gevraagd, en hoe kijken jullie naar labdiamanten? Overwegen jullie om die te produceren of niet? Nee, wij hebben echt resoluut gezegd, wij doen niet aan labdiamanten. Wij gaan echt voor de natuurlijke diamant. Labdiamanten is op dit moment wel heel erg actueel. Het zijn kunstmatig vervaardigde diamanten. Ze zijn scheikundig gezien wel gelijk aan diamanten, als je de structuur ervan gaat bekijken. Een labdiamant, een natuurlijke diamant, is waardevol. Je kunt er altijd iets voor terugkrijgen. Je kunt altijd inruilen voor een ander sieraad.
En een lab diamant, ja, je betaalt iets minder voor, maar daarna kun je er eigenlijk helemaal niks mee. Mocht je in de toekomst van smaak veranderen, wil je hem inruilen of wat dan ook. Ja, die mogelijkheid heb je dus niet. Het is ook zo mooi dat je iets gewoon uit de natuur, van de natuur gekregen hebt eigenlijk. Het heeft een charme en het is, wij merken echt dat onze klanten echt toch, als we het erover hebben, dat ze toch altijd voor de natuurlijke steen willen gaan. Ja, dat zou ik zelf ook doen. En ook het feit dat het waardevol is, hè? Ja, ja. Dat je het altijd nog kunt inruilen. Ja, het verliest nooit zijn waarde, hè? Ja. Nou, ik ga gewoon door met de vragen, want ze blijven binnenkomen. Kom maar door. Hoe zit het met de herkomst van diamanten waar dient rekening mee gehouden te worden? Nou, men hoeft zich eigenlijk vandaag de dag geen zorgen meer te maken over de herkomst van de diamanten. Want 99,9% van de diamanten is legitiem verkrijgen. Ja, er zit wel een geschiedenis dat eigenlijk de diamantwereld achtervolgt, hè? De bloeddiamanten. Maar dat is eigenlijk helemaal van de wereld af. De partijen die de diamantmijnen in handen hebben, die zijn zo legitiem, die worden gecontroleerd. De hele supply chain wordt gecontroleerd. De partijen die het afnemen worden gecontroleerd. Dus het is, vandaag de dag hoef je daar eigenlijk geen zorgen over te maken. Bij Diamond Point, hè? Bij Diamond Point sowieso, want wij werken alleen met partners die gecertificeerd zijn, die ook aantoonbaar kunnen maken dat ze uit legitieme bronnen de grondstoffen hebben verkregen. Dat is heel belangrijk. Ja. Ja, zeker. Ja. Nou, dat is heel goed. Misschien kan Pieter hier antwoorden. Wat worden de trends van de toekomst, zeg maar, vanaf 2022? Oh, zover was ik nog niet. Nee, dat is een leuke vraag. Ik ben nu op dit moment bezig met fall winter 2022, of 2021. Dus, en de shows zijn, spring summer 2022 zijn nu in september. Ik moet altijd even weer terugrekenen. Dus ik ben helaas geen trendwatcher. Ik zie het ook op de catwalk verschijnen. En dan ga ik ermee aan het werk. Dus daar kan ik helaas nog geen antwoord op geven. Sorry. Dat waren de vragen tot nu toe. Nou, hartstikke leuk. Ja. Zaya, dankjewel voor je ontzettende uitgebreide verhaal. En mensen thuis, dankjewel voor het kijken. En maak een afspraak bij Diamond Point om deze prachtige collectie zelf te mogen zien en ze uit te proberen. En wellicht aan te schaffen of cadeau te doen. Fijn weekend. Dankjewel voor het kijken.